Ja, dat is nu wel iets dat je niet makkelijk zal tegenkomen op de parking van de supermarkt. Nu, er zijn hier nog wel meer van die exoten te zien. We zijn in Autoworld, waar op dit moment de Expo Supercars 2 loopt. De mensen van Autoworld hebben weer flink hun best gedaan, want ze hebben meer dan 50 exemplaren bij elkaar gezocht. Dus voor de liefhebbers zeker komen kijken. En dan gaan we nu eventjes praten met conservator Leo van Oorik, die ons een kleine rondleiding zal geven. Dag Leo. Kevin, goedemorgen. Ja. Supercars en sportwagens, dan mag Porsche niet ontbreken natuurlijk. Ja, dat is zo. Hè. We hebben hier dus 8 koppels van raceauto's en hun straatversie, alhoewel dat dit niet echt een straatversie is, want de auto is niet gehomologeerd voor de openbare weg. Mm-hmm. Het is een Porsche 935 uit 2019. Een hommage aan de fameuze Moby Dick racewagen. Ja. Er zijn slechts 77 exemplaren van gebouwd. En de klanten konden kiezen uit 7 uitvoeringen, waaronder uiteraard een Martini. Ja. Daarachter hebben we het tweede deel van het koppel. Dat is de 935 Baby, waarmee Jacques Hicks in 1977 deelnam aan het Duitse DRM-kampioenschap. Dat was een sprintkampioenschap. Mm-hmm. De auto is in een recordtijd van 3 maanden ontwikkeld. En Jacques Hicks in zijn tweede wedstrijd in Hockenheim zette hij de concurrentie al na 1 uur op 1 minuut achterstand. Ja. Dat toch niet slecht is. Straf, ja. Klein detail, waarom heet die auto Baby? Mm-hmm. Omdat die voor Porsche toen een kleine motor had van slechts 1400 cc met 2 turbo's. Ja. En omdat dat zo'n klein motorje was, zei ze Baby. Ja. Dat voor alles is de anekdote. Ja. 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 Oké. Ja, het is een indrukwekkende collectie, dus we hebben er een paar uitgekozen om dichter te bekijken. Ja. We blijven nog eventjes we blijven in Duitsland. We blijven even in Duitsland en we blijven ook bij de musea. Dus het Porsche Museum heeft ons 2 auto's gegeven. Het Mercedes Museum in Stuttgart heeft ons ook 1 auto gegeven, maar niet van de minste. Mm-hmm. Met name een Mercedes C111. Dat is eigenlijk een prototype en dat was ook een laboratoriumauto, zullen we het noemen. Ja. In 1969 werd het eerste exemplaar voorgesteld met een wankelmotor met 3 rotoren. En reeds in 1970 kwam deze. Mm-hmm. En die heeft 4 rotoren. Ja. Ik geloof niet dat er elders trouwens wankelmotoren gemaakt zijn met 4 rotoren. Mm-hmm. Ik denk dat enkel Mercedes dat gedaan heeft. De auto er zijn 14 auto's in totaal van gebouwd voor diverse doeleinden. Nieuwe systemen testen, nieuwe motoren testen. En na verloop van tijd hebben ze de auto ook gaan gebruiken om wereldrecords te vestigen. Okay. Met name wereldrecords voor dieselauto's. Ja, ja, want er heeft inderdaad ook een dieselmotor in gezeten. Ja. Er zijn 2 of 3 versies geweest met dieselmotoren. En dus ze hebben heel veel wereldrecords gehaald. Ik weet niet hoeveel, maar bon. En op het einde hebben ze dan nog eens een versie gemaakt met een V8 benzinemotor. Ja. En daarmee hebben ze het toenmalige record van het Nardo-circuit in Italië gebroken, 402 km per uur. Ja, maar het is wel bij een prototype gebleven. Het is altijd een prototype gebleven. Ook al kreeg Mercedes blanco-checks opgestuurd van Mercedes-verzamelaars die er graag eentje in hun garage wouden hebben. Oké. De auto heeft de mythische vleugeldeuren. Ik ga het even tonen. De gasveren gaan wel niet meer, dus het is even zwaar tillen. En je ziet, die auto is helemaal in de stijl van de jaren 70. Ja. Hè, trouwens, ook de kleur ook wel. Ja. De kleur ook. Oranje metallisé, dat was toch wel nooit gezien. En het enige vreemde aan het verhaal is eigenlijk dat er het stuur in zit van een taxi. Ja. Zal ik zeggen, er zit gewoon het standaard stuur van Mercedes in van uit die periode. Ja. Oké, voilà. Heel mooie auto. We zijn super blij dat we hem hebben. Ja, absoluut. En hij ziet er eigenlijk vandaag zelfs nog vrij modern en spectaculair uit. Ja, zeker. Dan wandelen we verder naar de volgende. En dat is eigenlijk een beetje een speciaal geval. Dat is een speciaal geval. Er zijn mensen die mij zeggen, allee,
een restomot in zo'n tentoonstelling. Wat is een restomot? Dat is eigenlijk een oude auto waar dat ze deze pimpen, hè, waar ze een nieuwe carrosserie op zetten, een nieuwe motor, een veel krachtigere motor. Ja. Dus in dit geval is dat eigenlijk de basis, de donorauto, is een Lancia Beta Monte Carlo. Mm-hmm. Waar men dan een koolstofvezel carrosserie op gezet heeft, die heel, heel erg doet denken aan de fameuze 037 rallywagen. Ja. De laatste tweewiel aangedreven rallywagen die een wereldkampioenschap gewonnen heeft trouwens. Ja. De motor is een 2,2 viercilinder met een Volumex en een turbocompressor. Volgens het recept dat Lancia ook in de jaren 70 gebruikte voor zijn rallywagens. En bon, het is een heel mooi ding. En het is wel een restomot, dus het is geen een echte klassieker. Ja. En ja, het wordt misschien door sommige scheef bekeken, maar ik vind het toch een van de meest merkwaardige auto's van deze tentoonstelling. Ja, absoluut. En ja, we kunnen wel zeggen dat hem tot in de puntjes is afgewerkt. Absoluut, ja. Dus, er worden 37 exemplaren van gebouwd. Er zijn er al 36 verkocht en de bouwer heeft mij verzekerd dat voor het einde van het jaar de 37ste ook zal verkocht zijn. En ik moet zeggen, het is geen goedkoop ding. Het kost naar verluid 600.000 euro. Oké, ja, dat begint. Dat kan tellen. Je kunt er al bananen en echte verkopen. Ja. Goed. En dan gaan we misschien, wat voor mij het spektakelstuk van de tentoonstelling is. Ja. Dat is een ISO Rivolta Fidia. Mm-hmm. Dus ISO Rivolta kennen we omdat die mooie coupés en sportwagens bouwden. Ja. Maar ze hebben zich dus ook gewaagd op een gegeven moment, begin van de jaren 70, aan een vierdeurs, super berline zal ik zeggen. Ja. Vreemd, de kleur, maar het is de originele kleur. De auto is in die kleur geleverd, nieuw, in België, aan het bedrijf Estée Lauder, dat parfumerie en beauty enzovoort. Motor is een V8 van Chrysler. En het leuke detail, zelf de veiligheidsgordels hebben de paarse kleur van de auto. Ja, en het model moest eigenlijk een beetje concurrentie zijn voor de Maserati Quattroporte. Dus onder meer, we hebben trouwens een Quattroporte in de tentoonstelling ook. Ja. We hebben in totaal 6 van die super berlines staan. Er is ook een De Tomaso bijvoorbeeld, De Tomaso Deauville, die wel op het chassis van een Quattroporte staat. Deze is een eigen chassis. Ja. Maar uiteindelijk zijn er niet zoveel exemplaren van gebouwd. 102 zijn er gebouwd. Dus, wat eigenlijk al meer is dan ik dacht, want van de Maserati Quattroporte die we hier hebben staan, zijn er maar 12 gebouwd. Ah, oké. Okay. Ja. Dus, maar bon. Ik vind het wel een spektakelstuk en ik denk dat heel veel mensen hun ogen gaan opentrekken. Het is wel een aandachtstrekker, inderdaad. Ja. Goed, en dan eindigen we bij twee rally-iconen uit de jaren 80. Ja, dus twee groep B-auto's. Mm-hmm. Enerzijds een Audi Quattro Sport. Ja. Fameus rallymachine waarmee heel wat wereldtitels bij elkaar zijn gereden. Ja. Maar ze moesten dus voor de homologatie, moesten ze, weet ik veel, 200 exemplaren bouwen of zo. Mm-hmm. Ik ben heel blij dat ik hem gevonden heb. Hij is in absolute top. Conditie. Ja. Het is een hele bijzondere auto die dus nu ook enorm gezocht is. Hè. Ja. En daarachter hebben we een van zijn concurrenten die we veel minder zien en die je eigenlijk nooit ziet in straatversie. En dat is dus de fameuze Ford RS200. Ja. Die Ford ontwikkelde speciaal voor het Groep B rally gebeuren. Minder succesvol als de Audi, minder succesvol als de Delta S4 van Lancia. Ja. Maar oké, hij mag er zijn. En ik ben heel blij dat we hem kunnen tonen. Absoluut. Ja, bedankt Leo voor de deskundige uitleg over de auto's die we gezien hebben. Wie zelf is wil komen kijken, de tentoonstelling Supercars 2 loopt nog tot eind januari in de Autoworld. Dus het is toegankelijk tot 29 januari.
Mm-hmm. Dagelijks van 10 tot 17 uur, behalve op kerstdag, dan zijn we gesloten. Ja. Maar alle andere dagen is iedereen welkom. Oké, okay. Het is dus, zoals ik zei, al zeker een aanrader. Bedankt. Graag gedaan. Dag.